Vijf aspecten die nodig zijn voor een respectvolle relatie. Respect zou in geen enkele relatie voor lief moeten worden genomen. Het moet elke dag opnieuw worden verdiend en van beide kanten worden verzorgd, door twee mensen die beiden weten dat liefhebben meer dan wat dan ook betekent dat je het verlangen hebt om elkaar een beter gevoel over zichzelf te geven. Het is vreemd om te zien dat iedereen wel denkt te weten wat respect precies inhoudt, terwijl maar weinigen weten hoe ze respect kunnen tonen en eisen in hun dagelijkse leven. Wat vooral vaak het geval is, is dat iedereen gerespecteerd wil worden, maar lang niet iedereen de mensen die recht voor hun neus staan ook respect tonen. Het lijkt erop dat we in relatie tot respect de neiging hebben om te denken, als jij mij respecteert, dan zal ik jou ook respecteren. Als we het in dit geval hebben over respect binnen een liefdesrelatie, dan wordt het natuurlijk nog ingewikkelder. Binnen liefdesrelaties wordt respect namelijk zeer vaak gewoon voor lief genomen. De meesten van ons gaan ervan uit dat de mensen die van ons houden, ons automatisch ook zullen respecteren. Dit soort veronderstellingen kunnen echter tot misverstanden leiden. Respect tussen twee mensen houdt niet alleen in dat je elkaar geen pijn doet. Respect is een psychologische en emotionele kwestie waarbij het uiteindelijke doel veel verder gaat dan dat. We zijn allemaal op zoek naar een vorm van respect die ons verzorgt, die ons de kans geeft om te groeien en twee partners om te veranderen tot twee bondgenoten. Vandaag nodigen wij je uit om iets dieper op dit onderwerp in te gaan. Respect vereist een doel. Tegenwoordig leven we in een wereld waarin woorden verkopen en mensen hun geweldige relaties volop met anderen delen op hun sociale netwerkpagina's. In het echte leven, het dagelijkse leven, ziet hun relatie er misschien echter wel heel anders uit. Het beeld dat we op social media te zien krijgen is niet de werkelijkheid. Vriendelijkheid is, net als respect, niets waard als het niet met een duidelijk doel getoond en beoefend wordt. Hetzelfde geldt voor liefdesrelaties. Liefde is op zichzelf niet genoeg om ervoor te zorgen dat een relatie slaagt of überhaupt overleeft. Er zijn nog veel meer aspecten nodig die een relatie samen haar volledige betekenis geven. In een goede relatie gaat het er dus om dat je elkaar dagelijks respect toont door voor elkaar te zorgen. Het gaat er om dat je interesse in elkaar toont en dat je actief naar elkaar luistert. Het gaat om wederkerigheid en het vermogen om elkaars behoeften te anticiperen. In een goede relatie gaat het er om dat je elkaar emotioneel onderhoudt. Empathie, een fundamentele steunpilaar. Niemand kan echt respect naar iemand tonen, als hij niet in staat is om zich werkelijk, intuïtief en oprecht in iemand anders in te leven. Het menselijk brein is in principe een orgaan dat gevormd wordt door socialisatie, onze interacties en onze relaties. In wezen stelt ons brein ons in staat om als soort te overleven in groepen. Empathie en de spiegelneuronen die het mogelijk maken, stellen ons in staat om de ander te zien als een deel van onszelf. We begrijpen wat onze partner voelt, zonder dat hij ons dit met woorden duidelijk hoeft te maken.
Dit is een fundamentele eigenschap voor het tonen van respect. Het houdt in dat je weet wat je moet doen, wat je moet zeggen en wat je niet moet zeggen om te zorgen voor de persoon die zo belangrijk voor jou is. Je partner kennen in allerlei verschillende omgevingen. Sommige mensen zeggen dat ze hun partner net zo goed kennen als zichzelf, terwijl ze eigenlijk gewoon hun eigen voorkeuren en behoeften op hun partner projecteren. Laten we één ding duidelijk stellen: om een gelukkige en gezonde relatie op te kunnen bouwen, hoef je helemaal niet alles met elkaar gemeen te hebben. Het respecteren van de passies, voorkeuren en overtuigingen van je partner is van essentieel belang. Zo ook weten wie je partner is, wat hij leuk vindt, wat hem een ongemakkelijk gevoel geeft en uit welke kleine details zijn persoonlijkheid en identiteit bestaat. Zonder kennis is er geen sprake van respect. Het is belangrijk om dit goed te onthouden. Als je geen kennis van elkaar hebt, dan zul je elkaar uiteindelijk, misschien wel zonder het je te realiseren, saboteren door te denken dat bepaalde dingen niet zo belangrijk zijn, terwijl ze dit juist wel zijn. We zullen de behoeften van onze partner, die wij als onbelangrijk beschouwen, schenden en daarmee onze geliefde teleurstellen. Dankbaarheid. Wanneer heb je je partner voor het laatst ergens voor bedankt? Simpelweg zeggen dankjewel dat je bent zoals je bent, dankjewel dat je altijd aan mijn zijde staat of dankjewel dat je mij gelukkig maakt is vaak het enige dat nodig is. Het is een manier om respect te tonen die gebaseerd is op het erkennen van de ander, hem waarderen en hem laten zien hoe belangrijk hij wel niet voor je is. Op een nederige wijze dankbaarheid tonen, zal elke band sterker maken. Dit geldt nog meer in het geval van liefdesrelaties. Het belang van de kleine details. Respect wordt niet alleen getoond door zo nu en dan een groot gebaar te maken. De meest gelukkige en langdurige relaties zijn relaties waarin beide partners weten hoe belangrijk het is om aandacht te schenken aan de kleine dingen. Het zijn de kleine dingen die laten zien hoe wijs en intuïtief respect is, en hoe goed het in staat is licht te schijnen op de dingen die belangrijk zijn. Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat deze kleine details gedeeld worden via goede communicatie. Daarom zouden we de volgende dingen altijd moeten onthouden. Maak gebruik van dankbare woorden. Communiceer zonder te schreeuwen en let op de toon waarop je praat. Maak gebruik van relationele communicatie, ik weet hoe je je voelt en ik respecteer het, zeg me hoe ik je kan helpen. Zeg me wat ik kan doen om je gelukkiger te maken. Zorg ervoor dat deze aspecten deel worden van je relatie door ze in je dagelijkse leven op te nemen.